Track 2 staat volledig in het teken van Netflix. Netflix is mijn favoriete voorbeeld van digitale transformatie. Een aantal dingen die we in track 1 hebben besproken, zijn zo van toepassing. Wat dacht je van what business are you in? Laten we eens kijken naar uh, Free Record Shop. Dat, afhankelijk van je leeftijd zeg je dat nog iets. Maar Free Record Shop en Netflix zaten feitelijk in dezelfde business. Mensen die van entertainment houden, geld afhandig maken. Nou, Free Record Shop dacht: oké, okay, wij gaan ook digitaliseren. We hadden VHS, we hebben LP's en daar nou maken we nu CD's en DVD's van. Leven de digitale transformatie. Maar dat is niet goed genoeg, want het is nog steeds gedacht vanuit schaarste. Mensen moesten nog steeds naar de winkel toe om die producten te kopen. Netflix daarentegen, dat was een partij die ook dvd's in enveloppen deed en die per post verstuurde. Maar zij zagen op tijd in, wacht eens even, de D van dvd, die staat voor digital. We gaan het ook digitaal aanbieden, we gaan het streamen, met andere woorden, iedereen met een internetconnectie... Overvloed, iedereen kan tot ons komen om de content bij ons af te nemen. Met andere woorden, wat business are you in? Wij zijn er om mensen de juiste content op het juiste moment aan te bieden. En dat was de start van de digitalisering bij Netflix.